Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen zaterdag werd de eerste editie van Best of Breda gehouden bij Dansschool Tichelman. Hierbij werd een lijst van 90 songs door diverse bands vertolkt. Jullie zijn een grote band. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Nou, we zijn nu met 8 en eigenlijk zijn het gewoon mensen die elkaar al kennen al een tijdje. En die hebben elkaar aangezocht om deze band compleet te maken. Dus van het bekende werk drums en bas en gitaren. We hebben ook een conga's, wat heel uniek is. En een saxofonist. Heeft ook niet iedere band. En daardoor kunnen we heel veel muziekstijlen maken. We treden niet zo heel vaak op, maar wat wij heel leuk vinden is Bruisend Ginneke bijvoorbeeld. Dat is weer in augustus. Dat is echt een hoogtepunt. Dat is op straat, dat is buiten. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan, met heel veel plezier. Daar zijn we nu weer voor gevraagd. Dus daar werken we naartoe. En soms worden we gevraagd bij een bruiloft of bij een feestje, wat zeg maar een besloten kring is. En zo komt er regelmatig wat op ons pad. Superleuk. De sfeer is hartstikke goed. Wel lekker warm binnen, maar ja, het is gewoon een topavond. Absoluut. Ik geniet enorm. En we hebben van alles wat. Van alle segmenten, zeg maar. Dus je kan het horen nu op de achtergrond. Het is toch fantastisch wat je nu hoort. Hebben jullie voor de komende tijd veel optredens op de planning? Nou, op dit moment gaan we de zomer in. En is het even een beetje rustig. We hebben vorige week een heel leuk optreden in Helmond gehad. Bij Helmond Live. Dat was erg leuk. Nu weer hier. Dus we zijn nu op zoek naar weer leuke nieuwe events en dergelijke. Dus, maar dat komt denk ik vanzelf. Breda Nu. Je weet het meteen.